We zijn één dag verwijderd van de grote wedstrijd die Brazilië moet spelen tegen Mexico. En daarvoor heb ik hier naast mij de minister van Sport en Jeugdzaken, die wij ook gisteren al hadden in het programma, die ons een verdere reactie gaat geven over de wedstrijd die dus morgen gespeeld gaat worden tussen deze twee grote landen. Brazilië en Mexico belooft wat te worden, minister. En wie geeft u dus nu de betere kansen, aangezien Brazilië niet de geweldige indruk heeft gemaakt in de eerste wedstrijd tegen Kroatië? Nou, mijn eerste mening, ik heb inderdaad Brazilië zien spelen bij de openingswedstrijd. Alvast bedankt voor deze gelegenheid. Brazilië, ik heb gemerkt dat ze een toernooivoetbal spelen. Ze spelen gedoseerd en als het niet nodig is, dan verspillen ze hun energie ook niet. En ik denk dat het een tactiek is om dit toernooi echt sterk weer uit te komen in de finale rondes. Mexico is gebrand. Ja, Mexico is altijd gebrand. Ze zitten vol met enthousiasme. Ze zijn altijd gebrand. Ze is historisch. Ik denk dat ze een aantal wedstrijden van Brazilië hebben verloren. Dus nu zijn ze op volle sterkte. En ik denk wel dat ze gebrand zijn om te winnen van Brazilië en ook nog thuis. Hier in Fortaleza. Dus ik denk dat we een goede wedstrijd mogen verwachten. Maar Brazilië, denk wel dat ze de hele wedstrijd zullen beheersen. U hebt het gehoord van de minister. En sportman in hart en nieren, heeft ook zelf gevoetbald en weet ook van deze tak van sport af. Wij zijn benieuwd wat het wordt en natuurlijk hopen we dat de beste morgen ook wederom zal winnen. Bedankt voor uw aandacht en terug naar jou, Rachid.